Iemand die iets wil zeggen voordat ik mijn lijstje ga afraffelen? Nou, ik kom meteen uit met de eerste woord eerlijkheid. Ja. Dus, nou, zo, ik maak dan plannen en dan boek ik voor mijn reis of een retraite. En als ik dan echt geboekt heb, dan word ik gestrest. Nou kijk, als het al iets met eerlijkheid te maken heeft, is het erkennen dat je daarna zenuwachtig wordt in principe voldoende. En vervolgens kunnen we gaan kijken, als ons dat zou interesseren, van oké, wat gebeurt daar? En dan is het leuk om te beseffen, dat is eigenlijk een heel ander onderwerp, maar dat de geest die is nogal gek op verklaringen. Dus er is iets aan de hand wat we niet begrijpen en dan willen we graag een antwoord of een verklaring of een theorie, zodat we het op kunnen bergen. Strikt genomen zouden we ook gewoon kunnen constateren, oh, zo gaat dat. En verder kunnen we een verhaaltje verzinnen, een verklaring is een verhaaltje, en dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen, gewoon het eerste wat opkomt, oh ja, het is de anti-reactie van het ego. Nou, dan hebben we een verhaaltje. En als dat verhaaltje je bevalt, dan doet de geest. En dan is het oké. En bevalt het verhaaltje niet, dan. Nee. Dat is niet plausibel genoeg, of dat geloof ik niet, of whatever. En dan gaat hij doorzoeken naar een verklaring. Alleen, in mijn optiek, verklaring, daar zit het woordje klaar in de zin van helder. Klaar komt voor mijn gevoel van clarity. En dat is iets anders dan dat mijn geest tevreden is. Dus zoek ik naar een verklaring om te zien wat waar is, of naar een verklaring om de geest weer in slaap te laten vallen. Hoe kan dit nou gebeuren? Nou, dat komt daar en daarom. Oh ja. Of zie ik in wat er gebeurt? En dan als er iets ingezien wordt, dus klaar wordt, tot clarity leidt, dan geeft dat eerder een energiepuls dan dat het. Oh, zo. Dat heeft een, ik zou bijna zeggen, een soort verheffend of levendige energie. Dus iets onderzoeken, dat heeft dan te maken met proberen clarity te vinden of waarheid te vinden, is iets anders dan iets zoeken waardoor het opgeborgen wordt. En ik heb geen idee, want dat onderzoek dat moet dan daar plaatsvinden. Misschien heeft het, weet ik veel, met onder mensen zijn te maken. Of ja, dan moet ik iets gaan zeggen en dat vind ik spannend. Of I don't know, geen idee. Allerlei dingen kunnen dat zijn. Ja, dus ik zoek dingen op die wel een beetje spannend zijn, maar als dan plaats komt, vind ik het te spannend. Oké. Nou, prima. Dus kan ik blijven observeren zonder af te keuren en zien dat dat beestje, wat we Christine noemen, sommige dingen spannend vindt, het toch opzoekt en dan het bijna te spannend vindt. Ja, zo dit zijn dingen. Dat hoeft niet anders, het kan anders als totality het leuk vindt. Maar ik hoef het niet af te keuren of te gaan veranderen of forceren. Gewoon blijven kijken. Oké. Het wordt spannend gevonden. Ook kan al gezien worden dat iets spannend vinden nog geen argument is om het niet te doen. Allerlei dingen zijn spannend. Maar ja. Ik hoef niet de hele dag achter de dichte rolluiken te zitten. Ik doe dat wel bij voorkeur, maar ik moet werken van God. Dus nu toch dat woordje klaar al even opkwam, met, van tevoren al even daar. Over gesproken, ik heb dat daar onderaan gezet. Ander ding wat de geest heel leuk vindt, dus dat heeft weer met dat opbergen van dingen te maken, is dingen klaar willen hebben. Dan kan het in een doosje in de kast, weet je wel, het beëindigen van dingen. Van, oh ja, dat zit zo opgeborgen. In
de sfeer van volwassenheid of leven, of hoe je dat wil noemen, is er niet zoiets als klaar. Behalve in de zin dat je er klaar voor bent. Dus wederom clarity. Er is voldoende clarity om het volgende moment, de volgende situatie, te ervaren en daar een adequate respons op te geven. In die zin is er klaar. Niet van, oké, je hebt je brevet gekregen, je bent nou volwassen en nou is het klaar. Leven is a funny thing. Het weet altijd dingen te verzinnen waardoor je toch weer even gaat staan wankelen of uitglijdt of in een situatie belandt die je niet zag aankomen enzovoorts. En dan is niet het punt dat je alles in je kop op orde hebt in de zin van in de kast, maar dat je er klaar voor bent. Dat er ruimte in je systeem is, dat je open genoeg en helder genoeg bent om een adequate respons te geven. En dat is iets anders dan, ik ben klaar, ik ben nou sergeant-major of whatever, en dan. Zoiets bestaat niet. Behalve als je verlicht bent. Maar goed, daar ging het niet over. Dus. En zelfs dan, op het niveau van het relatieve, is het nooit klaar, want dat leven laat je niet meer rust. Je moet toch tanden poetsen en eten en de hond schoppen. Ja. Dat soort dingen. Die spaarzame vrienden af en toe de angst aanjagen. Boodschappen doen. Je kent dat wel, al die belastende, moeilijke dingen. Als dit doordringt, dan wordt het gelijk ook heel simpel, want het betekent eigenlijk dat mijn enige opdracht is, ben ik er nu klaar voor? Dus niet om straks iets te gaan bereiken, maar om nu zo wakker mogelijk, zo aanwezig mogelijk, zo intelligent mogelijk er te zijn. Over het aanstellen en het manipuleren en... Ja, ik realiseer me dat ik het vaak heel druk vind met drie kinderen. En dat ik dan eigenlijk, mijn vriend heeft een veel relaxtere, langzamere energie. En ik denk dat ik daar soms heel jaloers op ben. Dat hij gewoon de dingen kan laten, weet je wel, als er kinderen huilen of zo. Hem doet dat pas op een veel later moment, komt er pas in actie. Terwijl ik al helemaal bovenop zit. Hoe kan ik dat, voordat het gebeurt, achteraf zie ik het wel. En dan, Dat betekende dus dat de eerste stap die bovenaan staat, observeren en kijken, nog wat grondiger mag plaatsvinden. Voordat we tot doen overgaan, is het handiger om eerst heel goed te kijken hoe iets werkt. En wat daar allemaal mee te maken heeft. En dat is een heel web aan dingetjes. Maar wij willen meteen, en dat is dezelfde neiging waardoor je denkt dat je het zo druk hebt, omdat je meteen overal iets aan wil doen. In plaats van eerst eens te kijken wat er nou eigenlijk gebeurt. Relax, step back a little. Dat doen we allemaal, hè? Aan dingen gaan zitten draaien, terwijl we niet eens weten waar de knoppen voor dienen. Dat is niet handig. Dus de eerste stap is gewoon je wat meer gelegenheid geven om te observeren wat er nou eigenlijk gebeurt. Wat je allemaal probeert te voorkomen bijvoorbeeld. Want dat doen zeker mensen die zich een beetje verantwoordelijk voelen. Die willen de hele tijd dat het op een bepaalde manier gaat. En dit voorkomen, dat voorkomen. Ze zien van tevoren al allerlei dingen aankomen. Maar een hele hoop van die dingen zouden wel eens niet kunnen gebeuren als niet iemand de hele tijd rondliep dingen te voorkomen. Want dat is een vrij onrustige energie. Mm-hmm. Dus even terug en gewoon dat te observeren. En is af en toe te experimenteren, wat gebeurt er nou als ik iets niet probeer te voorkomen? Misschien dondert er een om, of misschien is niet iets op tijd klaar. En dan zouden we ons kunnen afvragen, vallen dan de sterren meteen uit de hemel? Vliegt het huis meteen in brand? Vallen er meteen dooien? Ik denk van niet. Dus voordat je jezelf afkeurt en jezelf gaat zitten manipuleren, terug. Gewoon rustig kijken, wat gebeurt hier nou eigenlijk?
van waaruit gebeuren die dingen? Wat is de neiging om in te grijpen en alles te regelen? Waarom trek je alles naar je toe? En dan niet om het met een verklaring weer op te bergen, maar om er clarity in te krijgen. Wat doe ik nou de hele tijd eigenlijk? Dus voorlopig even niks eraan doen. Kijken, 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 kijken. Het in kaart brengen van hoe dat wezen bezig is. En wat daar misschien nuttig van is en wat misschien niet. Wat daar misschien nuttig aan is op de korte termijn, maar wat misschien allerlei dingen op een langere termijn chaotisch houdt. Ja. Ja, kinderen voelen het ook heel erg. Die zitten eigenlijk veel liever bij mijn vriend, omdat die gewoon veel relaxter is. Krijg je dat ook nog? Krijg je daar ook geen waardering van, terwijl jij zoveel doet? Ja, ook nog eens, ja. 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 I can see it coming. Nog even, je hebt relatietherapie nodig. Ja, precies. Plus van één dingetje, van, dat is een neiging die ook heel veel voorkomt. En ik meen dat die, ik ben geen psycholoog, maar bij vrouwen iets sterker dan bij mannen is. Die willen de hele tijd mensen veranderen. Was hij maar meer zo, waren zij maar meer. En dan daarop aansturen dat ze veranderen. Mensen vinden het over het algemeen bar vervelend om min of meer gedwongen te worden door een ander om anders te zijn. En dat is iets anders dan gewoon iets aankaarten of zo, van hé, ik observeer dit of dat. Als het kwartje dan valt bij iemand, komt de verandering van binnenuit. Anders, in het ergste geval, gaat iemand kunstmatig zich aanpassen. En dat kweekt resentment. Want dan kan ik niet zijn wat ik ben, terwijl je zegt dat je van me houdt. Maar ik voel de hele tijd dat je me net... Ik moet de hele tijd zo staan en dan krijg ik toch een hernia op de deur. Ik wil niet zo staan. Ik wil gewoon mij zijn. Dus dat is weer dat punt van wat ik gisteren ook zei, van... Anderen iets zeggen, dus waarheid spreken is van belang, maar hechten aan het resultaat is een brug te ver. Ik ben niemands baas. En niemand is mijn baas. Dus we kunnen hooguit, en dat zei Peterson ook een keer, die psycholoog waar ik het over had, van als je niet oppast, dan zijn er maar drie posities. En zegt van je kunt in onderhandeling zijn, of een slaaf of een tiran. Die twee laatste posities zijn niet erg handig. Het over dingen hebben is prima, maar als ik per se wil dat het zo gaat... Ik heb nooit zo de indruk in praktisch leven dat ik zoveel weet... dat alles moet gaan op mijn manier, want ik weet meer niet dan wel. Dus allerlei dingen die ik denk dat goed is voor de kinderen... Dat is wat ik denk dat goed is voor de kinderen, maar of dat waar is, what the fuck do I know? En ik kan niet anders handelen dan vanuit mijn aard, zal ik maar zeggen, en mijn al dan niet aanwezige inzicht, dat geldt voor die ander ook. Ik heb mij niet gemaakt, dat geldt voor mijn partner ook. Dat geldt voor die kinderen ook. Het is een beetje een raar experiment. En toch verzinnen we de hele tijd, het moet zo gaan, of dit moet niet gebeuren. Misschien moet er op korte termijn wel een paar ongelukjes gebeuren, zodat iemand iets leert. Val maar uit de boom. Ja, ik ben helemaal niet zo conflictvermijdend eigenlijk. Ik ga het eigenlijk altijd wel aan, iets te veel. Dus... Dat kan ook, hè? Ja, toen ik daar gisteren ook hoorde, toen dacht ik, ja, dat is niet voor mij of zo. Ik moet juist vaak even mijn kop houden. Ja, kijk, er staan daarom niet voor niks een paar andere dingen. Van, bijvoorbeeld de energie lezen. Dus van de hele situatie. Ik kan merken in mezelf, en iedereen kan dat als die een beetje oplet, van wanneer ik iets ga zeggen, en dat heb ik gisteren ook al genoemd, met een heleboel lading. Ja. Dan is mijn frustratie aan het woord. De ander zal reageren op mijn frustratie, niet op mijn zinnige opmerkingen, als die er al zijn.
En een ander dingetje is het eigen aandeel zien. In hoeverre draagt mijn functioneren bij aan de situatie die er is, die mij niet bevalt? Want we hebben natuurlijk graag van, ik doe het allemaal goed en die ander. Maar misschien doe ik wel dingen helemaal niet goed. Dat zou zomaar kunnen. Hoe kom ik verzeild in zo'n setting? Wat is mijn bijdrage daaraan? Ieder conflictje, it takes two to tango. Ik heb op een gegeven moment, toen het inzicht kwam van, hou het is allemaal bij jezelf en niet bij de omstandigheden en de ander. Dus ik haalde alles naar me toe. Niet om het te veroordelen, maar om het simpel te houden. In ieder conflict, in ieder ruzietje kon ik minstens 3 punten vinden. Dat als ik mijn mond had gehouden of iets anders had gezegd, dan was dat niet zo geëscaleerd. Ik had er altijd mee te maken. Altijd. Oké. Daarmee kon ik nog niet mezelf veranderen, maar ik kreeg wel in beeld dat ik altijd deel ben van mijn wereld. Eigenlijk de enige constante in mijn wereld. Dus al die toestanden, ik had daarmee te maken. Dus terug. Er was zelfs een gast, van diezelfde gast las ik dat, die Solzhenitsyn, misschien ooit van gehoord. In de jaren 30 ging die Stalin-regime enzovoorts. En nou ja, die vonden het leuk om mensen in de gulag op te sluiten enzovoorts. Dus hij kwam daar ook terecht op een gegeven moment. En eerst was hij helemaal onthutst en kwaad, want hij was toch zelf eigenlijk ook een communist en zo. En hij werd mishandeld en dus helemaal niet gezellig daar, zou ik maar zeggen. Understatement. Dus hij ging klagen en zich ongelukkig voelen en werd depressief. En op een gegeven moment draaide het om. En toen had hij zoiets van, maar wat is mijn bijdrage aan het hele gebeuren dat ik nou hier zit? En toen ging hij kijken in zichzelf van, oh, ik heb een mooi idee gezien en daar ging ik in geloven. Vervolgens heb ik gezien hoe langzamerhand er allerlei totalitaire trekjes inslopen en mensen zomaar uit hun baan gezet werden omdat ze niet lid wilden worden van de partij. Er waren mishandelingen her en der. Ik heb gehoord dat die en die verdwenen is en ik heb niks gezegd. Ik heb zelfs gewoon het lopen propageren en eigenlijk wist ik dat er iets aan de hand was. En op een gegeven moment toen ging ik wel iets zeggen en toen gingen ze me pakken. Maar ik had ook al lang weg kunnen wijzen. Ik had die mensen kunnen helpen om ook te vluchten. Ik had kunnen zien dat dit niet deugt. Nou, en op een gegeven moment was hij dus klaar met Stalin en zijn mannetjes de schuld te geven. Het lag allemaal bij hem. En dat leidde tot een innerlijke transformatie. Gewoon het simpele inzicht, it was all me. En dat is niet dus in de zin van schuld, maar gewoon kijken hoe het functioneert. Er zijn altijd in iedere situatie een heleboel knooppunten waar het anders had gekund. En niet om je te gaan voornemen het in het vervolg anders te doen, maar als je een paar keer zo'n reeks ziet, echt ziet, dan wordt het bijna onmogelijk om de ander ergens de schuld van te geven. Of jezelf. Dus je gaat stoppen met de blame game, noem ik dat. Iedereen is constant bezig van ergens de schuld neer te leggen. Daar is dus voor mijn gevoel een deel van onvolwassenheid. En dat heeft weer te maken met een verklaring. Van als ik maar de verklaring kan vinden, ik deed het verkeerd of de ander deed het verkeerd, dan is het opgeboren. Nee, dan zien we de werkelijke beweging niet. Dus er valt heel veel te ontdekken, ook in zo'n dingetje. En het gaat nogmaals om dat ontdekken en niet jezelf te modelleren naar een of andere vorm. Maar gewoon kijken, wat draag ik bij hier? De boel is me te druk, te chaotisch of whatever. Oké, waar draag ik bij aan de chaos? Misschien zelfs vanuit het idee dat ik ordening breng. Maar misschien zie ik het verkeerd. En dat is geen schande, maar het verkeerd blijven doen en niet kijken is een beetje jammer. Is dat een soort van antwoord? Dat is wel een heel verhaal. Ja. Oh. Cool. Dankjewel. Vanochtend was het zo, er kwam die
het is een kreet, ik weet het wel, en ik zeg het vaak tegen andere mensen, maar nu kwam het zo bij mijzelf binnen van, oh, dit is dus life living. Oké, nou, dan voelde dat. En dat, wat jij dan zegt, van, oh, dan is het ingeleverd of zo, weet ik veel, dan weet ik niet of dat zo was, maar wel dat gevoel van, oh, dat is pas een life living. Ja, en dat, zo gaat het dan door, en wat was wel over. Cool. Ja, dat was zo van, waar dat dan vandaan komt, ik bedenk het niet. Right. Ja, dus vandaar dat ik vaak roep, een inzicht krijg je, die maak je niet. Ja, als het systeem zeg maar begint te veranderen, op zijn minst volwassener begint te worden, gaat die ontvankelijker worden voor dat soort ingevingen. Die zijn er de hele tijd. Alleen iemand die heel gecomprimeerd is, dus die heel erg non-dualistisch één is met zijn ego, daar komen vrij weinig ingevingen binnen. Het is alleen maar recyclen van wat daar binnen die cocon zit. Maar als dat transparanter wordt en er zitten gaten in, dan kan er een andere boodschap binnenkomen. Of kunnen boodschappen die je misschien op satsang hoort of ergens gelezen hebt, ineens spontaan, dus niet bedacht door het ego als een bezwering of smoesje, maar gewoon spontaan opkomen en meteen leidt dat tot een energetische verandering. You go out of your mind in de goede zin. Dat is fantastisch. Dat is een van de dingen die nut hebben in de zin van dingen lezen en naar bijeenkomsten gaan. De kans dat er een paar van die kerende woorden, noemen ze dat in Zen, blijven hangen in het systeem en ergens ineens tot bloei komen. Het coole was dus dat, maar het kwam nu gewoon, wat je zegt, gewoon bij mijzelf, van mijzelf, en het kwam gewoon hier binnen en niet zo van, ja, het is een leuke. Ja, exact. Want in die andere gevallen is het gewoon een leuk tekstje. Ja. Oh ja, dat is life living, ja, ja. En dan voel je dat het alleen maar een tekst is, omdat die verplaatsing of die shift die gebeurt niet. Het is gewoon een tekst. Ja, ja, leven is nog helemaal zo. Weet je wel, bezwering, formule. Dan wordt het een soort magisch denken van als ik dan maar roep, dan is het goed. Nee. Spontaan. Dan telt hij. Cool. Dus al die punten zijn helemaal totaal helder. Ja, dat kan. Ja, dat kan ik ook niet lezen, dus ja. Dus niet klaar in de zin van af of perfect. Dat is wat ik net zei, klaar in de zin van clarity en klaar voor het volgende moment. Maar niet klaar in de zin van opgeborgen, af, perfect. Niks meer aan doen. Ja. Mooi. Bedankt voor je bijdrage. Ja, dat ik meegemaakt heb, zeg maar, van wat me tegenhoudt, als dat doorzien is, dan ben ik klaar voor de volgende stap, want dan kan ik het echt zien. Yes. Dus die helderheid hebben we ook nodig, wanneer we spreekwoordelijk moeten gaan zitten. En wanneer iets aangegaan moet worden. Ja. En ik hoop en denk dat iedereen een soort sensor heeft om te weten wanneer je wat moet doen. Ik denk dat we het eigenlijk wel weten. Maar we stellen uit en we vergoedelijken en we draaien eromheen. Maar eigenlijk, je krijgt die signalen van look at this. Ruim dit op. En dat kan je bureau zijn, bij wijze van spreken, of een rare neiging of een bepaalde gedachtegang of verwachting. Ja. Ja. Ja, die gedachten zijn dan soms zo sterk dat ik die, ja, die krijgen meer aandacht dan zeg maar die impulsen, dat gevoel. Yes. Ja. Tot we er genoeg van hebben, dus ik ben altijd blij met dit soort ontevredenheid. Als die er niet zit, is iemand niet bereid om een stap te zetten. Want dat ik een strik ga nemen op zich, ieder stapje valt hartstikke mee. Zo eng is het allemaal niet hoor. Nee.
En toch hebben we iedere keer, of tenminste een lange tijd, weer weerstand tegen de volgende. Ook al weten we, we hebben er al 10 gezet en dat viel inderdaad eigenlijk wel mee. Toch, als we weer iets moeten laten varen of aangaan, ik heb er eigenlijk niet zo'n zin in. Ja, totdat het zo vaak meegemaakt is dat het verlangen, laten we zeggen, naar die schoonheid, moet je dat zeggen, dat je dingen hebt opgeklaard, dat eigenlijk een steeds grotere aantrekkelijkheid heeft. Yes. En het kan zelfs zo ver gaan dat je het gewoon leuk vindt. Het is gewoon kicken om dingen aan te gaan. Kicken om te onderzoeken wat waar is, om het onderscheid te maken tussen wat ik meen of wat mijn voorkeuren zijn of hoe het echt is. Ik vind het gewoon leuk om te weten hoe het echt is. Wat niet altijd betekent dat die Hans-character daarna verandert. Maar ik wil het op zijn minst weten. Ik wil het voelen, ik wil het zien, ik wil het proeven. I gotta know. Ik vind dat leuk. Ik vind waarheid leuk. Terwijl waarheden aan zich, de dingen die aan het licht komen, heel vaak niet leuk zijn. Want dan ben je minder tof dan je dacht. Of wat je meende dat klopte, dat blijkt gewoon bullshit. Dus het is vaak confronterend, maar ik vind dat leuk. Oh, fuck, weer een illusie. Bats! Top! Weer een beetje ruimte erbij voor niks. Ja, niks vind ik ook cool. Ik hou erg van niks. En bier. Ja. Een volwassen persoon is, als hij alleen is, eigenlijk gewoon stil. Stil. Ja. En denken is ervoor als het nodig is. En 90% van ons denken gaat over me. Ik heb dit als een maar niet zus. Dat geoude hoer, dat is geen denken. Dus als dat werkelijk, dat observeren, zeg maar, de boel overneemt, ja, dan wordt het stil. En dan kunnen er enorme gaten zijn, zal ik maar zeggen, waarin er geen gedachte opkomt. Behalve iets praktisch misschien. Dat is zeer aangenaam, ja. En daaraan zie je inderdaad ook van dat het oude spreekwoord zo binnen, zo buiten. Als het intern stil is, dus die verhaaltjes drogen op, dan zijn er ook minder neigingen om naar buiten toe verhaaltjes of manipulaties of weet ik veel wat toe te passen. Want wat er niet in zit, kan er ook moeilijk uitkomen. Het is alleen, daar hadden we het gisteren al over, dat sommige van de mensen die nog geloven in het oude masker, dan teleurgesteld kunnen raken, want dan doe je niet meer zo leuk mee. Dat soort dingen. Thanks. Hoe om te gaan, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, iets veranderen of ik iets anders wil. Om niet in die valkuil te stappen, steeds weer. Het gaat niet over verkeerd zeggen. We zeggen altijd precies overeenkomstig hoe de mind functioneert. En de mind gelooft in hoe, die gelooft in methodes. Nou, een methode is precies hetzelfde als houvast zoeken bij de ademhaling. Namelijk iets doen. Stil zijn is niets doen. Dus ik heb nooit het gevoel dat er een ik is die naar de stilte gaat of iets dergelijks. Er is gewoon stilte. En dan is de aandacht nergens. Of nergens in het bijzonder opgericht. Die is niet specifiek. Dus het is de afwezigheid van iets willen. En de afwezigheid van iets willen kun je niet willen of doen. Die kan alleen maar optreden. En mind hoort zo te functioneren dat de aandacht ergens naartoe gaat. Dat is zijn functie. Alleen je zou kunnen zeggen, I'm out of my mind.
En omdat dat zo is, kan die mind heel vaak niet anders dan daarin mee. Dus die stilte, die wordt dan zo sterk dat die hele mind verdwijnt gewoon. Want mind is eigenlijk niks anders dan bewustzijn plus objecten. Nou, zodra de objecten wegvallen, is er ook niks meer om de aandacht op te richten. Dus het vervalt. Maar de mind is getraind, dus het is niet verkeerd, probeer ik te zeggen, om op objecten gericht te zijn. Antilopen kun je eten, leeuwen, dan moet je vooruit kijken. Dus die let op. Is het gevaarlijk of is het nuttig? Alleen een idioot lost helemaal op. Dus als dier is het heel onverstandig. Dus onze wiring, wil ik zeggen, is heel sterk om oplettend te zijn. Om op gevaar gericht te zijn en houvast veiligheid te zoeken. Alleen het kan op een gegeven moment gebeuren dat er een of andere draai komt, dat het hele sense of safety weg is. Maar het zou kunnen gebeuren als die stilte gebeurt en ik zit daar op de savanne, dat iemand mijn been al op heeft voordat ik het door heb. En als die stilte dan blijft, want daar ga ik niet over, zou het kunnen zijn dat geïnteresseerd geobserveerd wordt hoe dat ding wordt opgevreten. Het zou ook zomaar kunnen dat door die stilte die tijger of whatever denkt van nobody there, ik loop door. I don't know. Maar als zoogdier is het onverstandig om verlicht te zijn, zeg maar. Het is tegen de natuur. Hoe zou het zat zijn als we allemaal in die stilte zouden zitten? Stil. En dan nogmaals anders dan een hoop mensen die niet iets zeggen. Want er waren er net, die waren stil, en er waren er ook, die zeiden gewoon niks. Maar ik kan dat horen. Dus dan wordt het gewoon stil. Maar ik heb altijd zoiets van te veel stil zijn in satsang is geen goed plan. Als je stil wil zijn, dan moet je dat lekker thuis doen. Zolang je nog allerlei dingen niet door hebt, moet ik dat uitleggen. De satsang is eigenlijk voor om vragen te stellen en niet om stil te zijn, strikt genomen. Want als je alles al begrepen had, zeg maar, dan was je al stil. En dan zat je hier niet. Dus. Ja. Eigen aandeel. Ja. Uiteindelijk gaat het allemaal over wat er bovenaan staat, observeren. Als ik in de staat van observatie verkeer, om het zo maar te zeggen, right here, right now, dan zie ik nu het aandeel wat ik heb in de situatie nu. En dan hoef ik dus niet achteraf allerlei situaties te gaan onderzoeken. Ik zie nu wat mijn bijdrage is aan een bijvoorbeeld onfortuinlijke situatie, right now. En als dat zien, dat observeren er werkelijk is, en er wordt gezien dat de bijdrage gaat leiden tot chaos, dan stopt het. Dan kan er nog chaos ontstaan, maar dan zal ik niet meer bijdragen. Dus dan is er in ieder geval minder chaos. Want dan neemt die helderheid of dat observerende het gewoon over. En ik als organisme will stop. Dus dat kan midden in een gesprek zijn, dat zien als dat aanstaat, van er gaat iets gezegd willen worden en dan weet je, dit is op de verkeerde manier olie op het vuur. Want ik hoef geen gelijk te hebben. It doesn't have to go my way. Als ik dat wel doe, dan breng ik die ego-energie erin. Dikke kans dat die ander ook in die modus zit, want de verlichte en de werkelijke volwassenen zijn dun gezaaid. Dus dan krijg je gewoon een hele bak ellende. Dat is gewoon niet effectief.
Vandaar dat er ook bij staat, de energielezen. Je kunt gewoon voelen of iets aankomt, of landt, of connect, of niet. Als het dat niet doet, dan kan ik net zo goed mijn mond houden. En wachten. Tot er een ander moment is, of misschien lost het zich op een hele andere manier op, waar ik helemaal me niet mee bemoeien hoef. Maar de ideale toestand is gewoon wakker of observerend right now. Daar gaat het eigenlijk om. En de thema's die besproken worden zijn alleen maar eigenlijk om te laten zien wat er gebeurt als we niet volwassen zijn. En dat is niet om je hele verleden te gaan lopen veranderen, maar om nu anders te kijken. Dat ik me op zijn minst bewust ben van als er bijvoorbeeld een conflict ontstaat, wat ik nu aan het doen ben. Dat ik zie van, oh ja, maar ik ga dit zeggen om gelijk te krijgen. Of ik ga nu doordouwen omdat ik nog, toen jij 3 weken geleden dit en dat deed, ga ik mijn gram nog even halen. En dan verkoop ik het als, ja, ik wil je iets belangrijks vertellen. Dan ga je van groeien. Weet je wel? Durf ik zo helder te kijken. In het moment. Daarom zou ik graag hebben, maar niemand gaat dat doen. Dat je eens een week bij wijze van spreken rondloopt. En gewoon jezelf observeert zoals je naar een ander kijkt. En notities maakt van wat is die allemaal aan het doen. It's fucking shocking, if you would. En dan kunnen we gaan zien dat een heleboel dingen waarvan we zeggen, ik vind dit niet prettig of whatever, dat we daar zelf een enorm aandeel in hebben. Dat precies dat waar we een hekel aan hebben de hele tijd gebeurt. Terwijl we ons wijs maken dat we het het beste voor hebben met onszelf of de ander. En dat ik mijn best doe of whatever, al dat soort sales pitches. Maar durf ik te kijken naar wat ik feitelijk doe. Hoe ik feitelijk denk. Hoe mijn verwachtingen de hele tijd de boel sturen. Hoe mijn neiging om, waar we het ook over hadden, dingen uit de weg te gaan. Dingen te vermijden. De hele tijd het zaad van conflict laten voortwoekeren. Ik voel gewoon als ik mijn mond open trek, dan komt er alleen maar poep buiten. Ja. Ik kan even een bek aan. Ja. Nou, dat kun je dan aangeven. Ja. En dan zie je vanzelf hoeveel liefde of respect er is in de omgeving. Daar kunnen we ook een hoop van leren. Want ik kan verwachten dat de ander goed is en liefdevol. Maar misschien valt dat wel mee of tegen. Want wat mensen roepen en hoe mensen zijn, zijn vaak 2 werelden apart. En dat moet ik ook meenemen. Als ik werkelijke volwassenheid of helderheid wil, moet ik in staat zijn om alles intern en extern gewoon te zien zoals het is. Zodat ik afkom van mijn verwachtingen dat alle mensen goed zijn. Of alle mensen slecht zijn. Of al die dingen, alle zijn zus, al die eenzijdigheden, die zitten me in de weg. Nee, soms is iemand zus, soms is iemand zo. Kan ik nu zien hoe jij nu bent? Of ga ik ervan uit hoe je vorig jaar was? Weet je wel? Daar is een tekortkoming van mij dan, niet van de ander. Ja, maar die luistert altijd zo goed naar me. Ja, nu niet, die is gestrest. Kijk dan. Something happened. Dus ik ben altijd fan voor helderheid hier nu. Daar heb ik iets aan. Dankjewel. You're welcome. Nee, en waar ik dan bij mezelf op uitkom is in die tussenfase waar eigenlijk niks is. Geen interesse, ook niet echt waar. Wat is dan de motivatie om iets te doen? Dat weet ik toch niet. Nee, dat voelt ook eigenlijk niet. Dat valt me ook tegen. Kijk, als ik bij mij kijk, dan weet ik altijd heel goed wat de motivatie om is iets te doen. Omdat ik zin heb om iets te doen. En die maak ik niet, die komt gewoon. Dan zit ik vanmorgen gewoon een beetje dom voor me uit te kijken en koffie te drinken. En dan ineens trekt hij zo'n papiertje tevoorschijn. En blijkbaar is er dan zin om iets op te schrijven. Dat constateer ik dus door wat er gebeurt.
er is al anderhalf jaar geen zin om muziek te maken. Dus al die troep staat daar mooi te wijzen. En dan loop ik daar heel tevreden, dan kijk ik daarnaar en denk ik, nou, staat goed. Ja, de zin komt niet om daar iets mee te doen. Nou en? Waarom zou ik iets moeten doen? Dus bij dit soort dingen, wil ik maar zeggen, zitten heel veel aannametjes. Bijvoorbeeld dat er iets gedaan moet worden. Dat is maar de vraag. Ik heb niet de indruk dat op dit planeetje, voor zover reëel, er een gebrek is aan doeners. Wel een gebrek aan mensen die eens rustig op een stoel gaan zitten een week. En gewoon rustig uit het raam kijken. Of de patronen van de wolken in de gaten houden. Of de paden in het bos een beetje ordenen. Daar is behoefte aan. Kijken of het goed gaat met de eekhoorns. Niet ingrijpen, kijken. If they want to die, go ahead. Zeg eens iets. Ja. Ja, een beetje saai dan. Ja. Dat weet ik niet. Saai kan alleen bestaan als er concepten zijn, toch? Dat iets interessanter zou zijn dan iets anders, of nuttiger, of... Het zou een te verdedigen stelling zijn dat meer dan de helft van onze activiteiten niet plaatsvinden omdat ze plezierig zijn, laat staan nuttig, maar gewoon uit vrees voor leegte. Waar saaiheid een eerste uiting van is. Als je bij de leegte komt, dan wordt het of saai, als je van de ene kant komt, of zinloos en depressief en dan moeten we op zoek naar zingeving. Je kunt er ook gewoon inzakken, door die laagjes heen, van waar het ego er nog iets van vindt en de maatschappelijke hoogverheven opvattingen. En gewoon in die leegte of stilte of afwezigheid gewoon. That's something else. En bij mij komt dan de mind heel erg van in een soort twijfel van zak ik nou in de leegte, in de stilte of zit ik in een soort... dissociëerde toestand. Tuurlijk, of course he will say that. We zijn allemaal psychologisch geïndoctrineerd. En er is maar één manier om dat uit te vinden, is door er helemaal in te gaan. Zolang er dat soort teksten nog gedacht worden, ben je nog niet stil. Hè? This is gewoon the mind raving. En die is altijd bang. It proves the point. We zijn bang voor leegte. Dus zodra we in de buurt komen, gaat er van alles bedacht worden. Waardoor dat geen goed plan is. Eng is, slecht, gevaarlijk. I'm gonna die, I'm gonna go crazy. Ervan uitgaande dat je dat niet al bent. Want dat suggereert altijd de gedachte, ik word gek. Ik denk, nee, iedereen is al gek. Dus je kunt niet worden wat je al bent. Alleen het is gek in de... context van de massapsychose en dan valt het niet op. Strikt genomen overigens geloof ik dat het woord gek alleen maar betekent wat afwijkt van de norm. Niet dat het iets slechts is. Ik vind gekken wel leuk. Noem eens een irritatie. Oh, mijn onderbuur, jongen. Ja. Nou, Harry, ik heb een er staat een muziek hard aan. Ja, en van die kutmuziek ook vast zeker, hè? Ja, gewoon een bas. Ja, precies. Het is geen muziek, het is gewoon Harry. Kun je hem aan? Zeggen? Kun je hem aan? Ja. Ja.
Nou, gewoon, of je hem aan kan. Ik kan hem hebben. Nou, fysiek wel. Ja, nou, dat bedoel ik. Snel op te lossen, dit soort dingen. Als empathie niet werkt, geweld doet soms wonderen. Sommige mensen varen erg wel bij een kleine kopstoot her en der. Echt waar. Daar moet je mee oppassen, dat mag je eigenlijk niet zeggen, dat soort dingen. Doe het toch. Ja, nee, klopt. Ja, nou, we zaten gisteravond, zat een vuurtje stoken en hij kwam opeens aangelopen en hij was van streek, zeg maar. En ik kwam eraan, ja, het is heel heet en de buurt kan in brand vallen. Hij is pas geleden naast zijn huis aangekomen. Wil je een klein vuur maken, zet een emmer naast. En dan heb ik eigenlijk van nee. Dat is wel lekker om uit te komen, ja. Ja, natuurlijk. Nee, en anders zet zelf een emmer ernaast. Ja. Kom erbij staan, met die emmer de hele tijd zo. Doe je ook nog eens wat? Ja. Wel bek houden. Fijn, cool. Irritatie, groot fan van. Dus in dit geval eigenlijk conflicten juist aangaan? Ja. Ja. Soms wel. Ja. Dat weet je. Heel veel mensen overal, die lopen super gefrustreerd rond. Waarom? Omdat ze niet gewoon dingen werkelijk durven confronteren uit angst voor escalatie. Maar sommige van die apen, wij zijn allemaal apen, die luisteren gewoon niet naar reason. Maar wel naar andere dingen. Er zit niks anders op. Maar wij denken allemaal dat we beschaafd zijn en dat we het netjes moeten houden. Bij sommigen werkt dat niet. Die moet je aanpakken. Nou, dat lukt of verbaal, in het ergste geval, liever niet, maar soms, ja, er zitten niet voor niks van die handen op. En er zijn cursussen voor wie zich wat onzeker voelt. Dus voor spirituele lui sowieso heel goed om Krav Maga te gaan doen of iets dergelijks. En je hoeft het niet de hele tijd te gebruiken, maar als iemand weet dat je ook gevaarlijk bent, dan lopen ze wat minder over je heen, snap je? En als jij de hele tijd alleen maar van, ja, kan misschien de muziek iets zachter. Nee, deur dicht. Doem, doem, doem. Weet je wel? Dus. Daarom was een van de dingen op dit briefje, grow some nails or balls, net wat je. Gewoon. Iemand die altijd maar aardig en vriendelijk is. Die wordt een speelbal. Trust me. Heel veel mensen, heel veel aardige mensen zijn heel veel aardige mensen. Die vinden het onbegrijpelijk hoe het toch mogelijk is op deze planeet. Dat zoveel slechte mensen zoveel macht en geld en weet ik veel naar zich toe graaien. Ik vind het helemaal niet gek. Dat komt door al die mietjes die dat toelaten. Het is gewoon heel simpel. Als je gewoon iets minder empathisch bent in deze wereld, en dan doe je het wat beter in zaken bijvoorbeeld. Want het interesseert je dan gewoon geen ruk dat er daar een paar dood liggen te gaan van de honger. Jij kan mooi speculeren met graanprijzen. It happens. Laat eens een bootje gewoon vol met graan nog een maandje rondvaren. En een paar van die bootjes, want dan gaan de graanprijzen omhoog en dan verkopen ze het. En dat er een Biafra 5.000 of 100.000 doodgaan van de honger, who gives a fuck? En wie krijgt de millions? Dat soort types. Ik vind dat niet leuk, ik zou het niet kunnen, ik wil zo niet leven. Daar gaat het niet om. Maar het is niet verbazingwekkend dat het zo gaat. We're animals. En in het klein, iedereen die kent wat ik gisteren al zei, wel een paar van die ASO's of bully-achtige types in zijn bedrijf of in zijn buurt. Als die niet geconfronteerd worden, als die niet doorkrijgt dat het link is om zo bezig te zijn, dan gaan ze gewoon door. En het wordt erger en erger en ze worden steeds machtiger en ze krijgen meelopertjes en binnen no time heb je een gezellige nazi-achtige structuur. Dat laten wij, de goede, lieve,
empathische, vriendelijke mensen met een groen socialistisch hart. Laten dat gebeuren. Want we zijn bang voor onze tanden. Zeker wel. Dit heeft alles met die energie lezen te maken. Een simpel voorbeeld. Ik verhuisde ooit toen ik 11 was van Deventer naar Oss. Ik was heel onzeker en zo. En eigenlijk meteen daar op de eerste dag op het schoolplein kwamen er een paar naar me toe. Want die nieuwe jongen die zouden ze wel even. Zodat die in het gereel kwam in de 5e en die kwamen uit de 6e. Dus die waren groter. En dus ook sterker. Ik wist, dit ga ik niet redden. Maar ik begon gelijk met er een paar op hun bek te slaan. Zodat ze wisten van, je kunt me aan. En ze sloegen me ook in elkaar. Maar ik sla terug. Nooit meer problemen mee gehad. Terwijl als ik dit was gaan doen, dan had ik 1,5 jaar daar moeten kruipen. No way. En was ik bang? Ja, natuurlijk. Maar ik wist gewoon ergens intuïtief, als ik niet van me afbijt, dan ben ik 1,5 jaar hier de sigaar. Dan maar liever 1 dag bang en 3 dagen pijn overal. Het is gewoon, sommige dingen zijn op een heel simpel, primair, dierlijk level. Dat je over je heen lopen, dan wordt dat een gewoonte. Degene die 1 keer over jou heen loopt, gaat het nog 1 keer doen en nog 1 keer en dan komen er nog 1 paar. Want ze weten gewoon dat je zwak bent. Dus dat heeft alles wat mij betreft met energielezen te maken. En dat je iets doet om toekomstige conflicten op te lossen. Het is 1 keer ugly. Maar daarna heb ik geen ruzie meer met ze gehad, want ze waren bijna net zo bang van mij als ik van hun. En dan ga je niet vechten. Dat is gewoon onhandig. Maar er zijn niet zo sprake van dat werk observeren en mijn eigen aandeel bekijken, weet je, want er komt gewoon die impuls van, daar heb ik geen zin in. Ja, maar kijk, ik was 11 en toen deed ik niet aan observeren. Maar blijkbaar werd er intuïtief heel snel gezien hoe de situatie zat. Volgens mij zit daar juist de observatie. Zeker, alleen niet bewust, weet je wel. Ik had toen nog geen boekjes gelezen, het ging allemaal vanzelf. Yes, het was meteen gezien. Dat is de observatie met een hoofdletter. Yes. Dus het gaat niet inderdaad over een beetje kijken, maar het gaat echt over dat zien. En als dat zien er is, dat is het leuke ervan, dan volgt de handeling eigenlijk meteen. Ik zou willen dat ik wat vaker dat jongetje van 11, zoals jij, in het leven staat. Ik zou willen dat een hoop mensen dat hebben. Want op de momenten dat ik dacht van nu is het te laat, wist ik eigenlijk al. Ik had zus of zo moeten doen. Yes. Daarom is het dus handig van als die filters en verwachtingen en normen en al die dingen aan de kant gaan en we gewoon puur reageren op de omstandigheden, op die impuls, meteen. Maar wat wij de hele tijd doen is het door een filter heen trekken van allerlei normatief geneuzel en dan ben je te laat en dan is het moment al weg. Daarom staat er ook het woord timing bij. Die timing moet onmiddellijk zijn, meteen. En niet na ampele overweging en innerlijk een rapportje opstellen en het nog eens een keer goed gaan bekijken, weet je wel. Al de energie is al weg, meteen, boom. Onmiddellijk. En iedereen weet dat, maar we parkeren dat, we negeren het, we duwen het aan de kant. En dan gaan de irritaties opbouwen, opbouwen, opbouwen. En het grappige in zulke soort situaties, als wat ik net beschreef, is dat er dan meteen ook een soort, nou vriendschap zeker niet, maar respect is. It's done. Je bent getest, je hebt laten zien waar je voor stond als het ware, en allemaal intuïtief, zonder kennis, weet je wel. Oké, die blijft staan. En je zit wat hoger op de aanpak. Ja, absoluut. Wat nog overigens gunstig was voor een paar anderen ook. Want ik vond het ook niet leuk dat anderen wel getreiteld werden. Dus ik kon ook nog iets met dat respect wat er was. Van jij kapper daarmee. Het enige nadeel was dat dan een van die ik dan een beetje hielp de hele tijd bij me wilde zijn. En hij had ook best wat irritants. En, dus je had ook soms zin om hem te treiteren. Ja.
aldoende leert men. Ja, eigenlijk gebeurt alles automatisch. Yes. Dus ook dat je zegt doe. Ja, zeker. En daar drijven heel veel mensen door opvoeding en van alles vandaan. Dus dan leven we niet meer onmiddellijk, maar de hele tijd via die mind. Kan dit wel? Mag dit wel? Wat zou er gaan gebeuren als ik... Ja, and then you already fucked it up. Gewoon. Wees. Mooi. Dan gaan we koffie doen. Dankjewel, Hans.